Een winterse novemberavond aan de Koesweert in Laren. De Koesweert, dat was de plek waar de schapen en de koeien gedrenkt werden, al eeuwenlang, bestaat nog steeds de vijver in het hart van Laren. En we zien een blik op de Johanneskerk en de toren die zweeft als het ware boven het witte middenschip uit, tussen de boerderijen en tussen de bomen die ijl weerspiegeld worden in het water. En de dominante kleur van dit schilderij van Ferdinand Hartnibbrig is paars. Paars, de kleur van de mystiek. En die heeft hij in dit verstilde schilderij gebruikt, dat hij gestipt heeft om het nog ijler te maken, vanuit een soort religieuze overtuiging en ook vanuit zijn gevoelens voor de theosofie. Eigenlijk een kruising tussen verschillende godsdiensten die via Amerika door Helena Blavatsky over de wereld en over Europa met name werd verspreid, de theosofie. Erg in de mode zo rond 1900. Ook Piet Mondriaan, die voelde zich verbonden met de theosofie. En in zijn werk dat hij maakte in Winterswijk van de Jacobskerk, zie je ook die kleur paars. En zie je ook die verstilling. En zie je ook, net als bij het schilderij van Ferdinand Hartnibbrig, dat we die kerk als het ware door een soort traliewerk van bomen zien, alsof we door een gebrandschilderd glas kijken. Maar vooral gaat het om de verstilling en de aandacht voor de religie in beide schilderijen. En beide werken zullen vanaf eind juni weer te zien zijn in de tentoonstelling Spiegel van de Ziel, die dan weer opengaat tot eind augustus van dit jaar. En in die tentoonstelling gaat het over een generatie kunstenaars, waaronder dus ook Ferdinand Hartnibbrig en Piet Mondriaan, die gaan voor de verstilling en die schilderen wat ze voelen en wat in hun opkomt, hun stemming. Met een grote aandacht ook voor religiositeit en voor spiritualiteit. Inkeer tegenover de opkomende industrie en al het lawaai en de dynamiek van het leven uit die dagen. Dus Spiegel van de Ziel vanaf eind juni weer te zien in Singer Laren.